Het bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft woensdag een bezoek gebracht aan het dorp Pikin-Saron. In dit gebied heeft zich op 2 mei een aantal ongeregeldheden voorgedaan die indruisen op het veiligheidsgevoel van de bewoners en bezoekers. Het bezoek van het FITS-bestuur was voornamelijk bedoeld om de bewoners van het dorp Pikin-Saron en andere inheemse dorpen in Para gerust te stellen na de calamiteiten van afgelopen dinsdag. De FITS betreurt het dat bij de incidenten 2 inheemsen het leven hebben gelaten en er gewonden zijn geregistreerd. FITS-voorzitter Mulier Fernandez zegt dat er een bijzondere trauma heerst onder de bevolking van het gebied. Het FITS-bestuur heeft een onafhankelijk onderzoek geëist omdat de manier waarop de 2 inheemse mannen het leven hebben gelaten veel vragen oproept. If you are not taikba en toch yeshitaki de suden kiri, dan mi feni if de man giden serevi abrakba, waarom ga je dan over om, weet je, te schieten op ze? Dus vandaar dat we dat ook opeisen, want hoe je draait of keert, het gaat om 2 inheemse broeders van ons. Dus dat willen we graag hebben. Hoe accident ook toe, voor dek de begrafenis kosten toe. En we wachten ook op antwoord van hun. Op de juridische bijstand. Ja, dat ook. Aan juridische bijstand, hoe actie toe. En ook toe de terrasanisang behinderd door hoe dat hebben we ook besproken. Dus nu is het afwachten tot vrijdag. En ook de meer juridische bijstand, hè? Ja. Ja, vet zeg je to juridische bijstand toe. U abi to afkati die sta unu bij. Dus zij hebben nu Wang Heer ook toe de aangehouden. Dus we zijn ook bezig daarmee. Celina Frans, waarnemend directeur van FITS, zegt dat de incidenten als een complete verrassing bij de organisatie zijn gekomen. Toen de informatie haar bereikte, was het erg moeilijk om in contact te komen met het traditioneel gezag van Pikin-Saron. De aanleiding van het gebeuren is volgens Frans dat er geen respect is voor de inheemse bevolking in Suriname. En inheemsen moeten respect afdwingen, meent Frans. En als we niet weten hoe we leren, dan kunnen we contact hebben met de betreffende landen en de instanties. En daarom moet de jazel de jongen ook toe. Mi wa ax uno alamala a bureau de informatie de te informatie de van nodu fu alla den briefe alla den correspondentie sa we hor nanga lanti de informatie lai eigenlijk te lanti kon jaso na de sandat umu sording tak disna a de aspraka ano so so aspraka nationaal maar strefi internationaal mensenrechten normen nanga regels den ook kan kon jaso en denk ik tak a informatie no de. Eigenlijk a informatie zijn we abi na foto a moest de jaso ook toe. Fa u denki abrator dati. Wel, u de jaso, u doro jaso, want deel voor a bureau fef de jaso ook toe. De dames zijn si don drape, kan de u si den ook toe op Facebook in verschillende activiteiten voor FITS. Mima actie unu, tangi tangi, u de jaso en u osso. Met contact met Makandra. Frans benadrukte dat de inheemse gemeenschap altijd op de ondersteuning van FITS kan rekenen en benadrukt dat er respect moet komen voor de rechten van de inheemse in Suriname. Overigens stelde de FITS woensdag een ultimatum aan de regering om alle gronden en concessies binnen het woon- en leefgebied van Pikin-Saron in Para in te trekken. Het ultimatum verloopt vandaag.